Wij staan hier bij Vechtclub XL. En wij hebben gehoord dat er een heel mooi event aankomt, winterwinkelen. Daar zijn we natuurlijk erg benieuwd naar. En we willen graag wat makers spreken om te kijken wat ze precies gaan doen. Jenna, jij bent een maker en doet meer aan het winterwinkelen. Wat doet een maker precies? Een maker die maakt producten. In dit geval maak ik servies. Dus aan de ene kant doe ik het ontwerp en daarna ga ik het uitvoeren, zodat het dan verkocht kan worden tijdens winterwinkelen. En wat vind je leuk aan winterwinkelen om daaraan mee te doen? Ik denk dat winterwinkelen heel gezellig is en daarnaast een hele mooie kans om te laten zien waar ik mee bezig ben hier in mijn studio. En mensen kunnen er hele toffe producten kopen. Wat doe jij als maker? Ik heb een boek gemaakt waarin 30 lifestyle projecten staan waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. En wat kunnen ze dan doen? Ik heb een aantal thema's. Bijvoorbeeld dit is dan wol. En dan laat ik stap voor stap zien hoe je zo'n leuk kussen kunt maken. Of een leren handtas zonder dat je hoeft te naaien. Er staat steeds stap voor stap in hoe je het zelf kunt maken. Wat kunnen mensen bij jou verwachten? Ik ben een circulaire meubelmaker. En ik maak meubels die ik maak van materiaal dat ik win uit oude meubels. En wat ze kunnen verwachten is dat ze een serie producten van mij zien die ik maak. Van oude materialen en dat ik daarbij het verhaal vertel. En je hebt hier een paar items staan. Kun je me vertellen waar we naar kijken? Dat kan zeker. Ik heb hier een bijzettafel. Dit is een beetje kenmerkend voor mijn stijl. Er zit altijd een beetje een twist aan. De kubuskaars en ik heb de plantenpotjes. En ze staan altijd een beetje scheef. Of er zit een optische verrassing in. Dat is eigenlijk. Dus als je kijkt naar. Dus dit is allemaal gerecyclede materialen. Ja. Dit waren voorheen de oude bruine eikenmeubels die je bij je opa en oma ziet. En dat materiaal dat heb ik weer naar boven gehaald. Dus ik heb de oude laag eraf gehaald. En dan zie je dat het materiaal nog heel mooi is van nature. En dat ben ik opnieuw gaan gebruiken om nieuwe meubels aan te maken. Ik zie het een fiets staan en iets anders. Waar kijk ik precies naar? Nou, de racefiets die spreekt voor zich. Ik ben fietsenmaker dus van vintage racefietsen uit de jaren 70 en 80. Soms hou je wel eens wat onderdelen over. En in plaats van dat weg te gooien of bij de oud-ijzerboer te brengen, maak ik er wat anders van. Ik maak dan deze ophangsystemen. En hier kun je je fiets mee aan een muur hangen. Zodat hij dus in de winter mooi met de bandjes van de grond af gestald kan worden. En die kun je heel gemakkelijk eigenlijk met twee duimschroeven aan de muur bevestigen. Het hangt stevig en het hangt veilig. En doe je daarnaast nog andere dingen? Daarnaast organiseer ik workshops, zodat mensen ook zelf kunnen leren een fiets te onderhouden. Want onderhoud is toch wel het beste behoud. En zeker als mensen dat gewoon zelf thuis kunnen doen. En ga je dat ook doen met het winterwinkelen? Ja, zeker. Mensen zijn welkom voor een workshop. Om dat daar tijdens de dag te komen volgen. Wat is het winterwinkelen? Winterwinkelen is op 17 november. En op die dag gaan 4 creatieve broedplaatsen tegelijkertijd open. Dus de Vechtclub, Kanaal 30, de Createur en de Stadstuin. En daardoor hebben mensen de mogelijkheid om binnen te lopen in de ateliers. En creatieve dingen te ontdekken, cadeaus te kopen voor de feestdagen. En er is muziek, er is lokaal eten. Dus het wordt een feestje.